Het ministerie van Buitenlandse Zaken. De eerste termijn van de Kamer is geweest in een 5 uur durend debat. Ik heet de minister van Buitenlandse Zaken van harte welkom. Ik heet de collega's van harte welkom. Er zijn 30 2-minuten debatten ingepland nu al deze dag en morgen. En dat betekent dat wij proberen alleen de moties te behandelen en geen lange inleidingen te houden en niet te veel vragen te stellen. Ik zie dat de heer Kuzu als eerste is aangemeld, maar die zie ik nog niet, dus ik krijg straks het woord. Ik geef het woord aan mevrouw Agnes Mulder, zij zal spreken namens het CDA. Voorzitter, dank. De Kamer hoort de beraadslaging en constateert dat er op dit moment geen vredesonderhandelingen plaatsvinden tussen de Israëli's en de Palestijnen. Van mening dat het kabinet zich moet blijven inspannen voor het bijeenbrengen van de Israëlische en Palestijnse gemeenschappen om te bouwen aan vrede van onderop. Verzoekt de regering in kaart te brengen in hoeverre de steun voor verzoeningsprojecten, waarbij Israëlische en Palestijnse jongeren nader tot elkaar worden gebracht vanuit Nederland en internationale fondsen, kan worden geïntensiveerd. En de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren gaat over tot de orde van de dag, mede namens collega Ceder. En ik heb toch nog één vraag dan, voorzitter, aan de minister. En dat heeft te maken met de kwestie Shireen Abu Akle. Zij is als journaliste doodgeschoten in mei. En ik wil wel graag weten hoe het verder allemaal gaat met het onderzoek internationaal. De kogel is overhandigd, zagen wij afgelopen week. En daar komen ook zaken uit naar voren, maar misschien kan de minister daar nog op ingaan. Dat is een zaak die ons allen heel erg bezighoudt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dank ook voor uw beknoptheid. Het woord is aan de heer Kuzu. Hij spreekt namens DENK. En we hebben het kerstregime. Meneer Kuzu kent het nog wel. Moties voorlezen. En een heel korte vraag als het moet. Het woord is aan u. Voorzitter, dank u wel. De Kamer hoort de beraadslaging constateren dat onderzoeken van onder andere Bellingcat, CNN, Washington Post, New York Times, de Palestijnse autoriteit, alsmede VN-mensenrechtenrapporteur Israël als meest waarschijnlijke dader hebben aangemerkt voor de dood van Al Jazeera-journaliste Shireen Abu Akle. Ik heb een sprintje hiernaar getrokken en dat voel je wel, ja. Ik hoor het. Nee, rustig de tijd voor de motie. Constateren dat sinds 2000 meer dan 40 andere Palestijnse journalisten door Israël zijn doodgeschoten, roept de regering op alles in het werk te stellen dat de onderste steen boven komt in deze zaak en dat de verantwoordelijken zullen worden berecht en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer hoort de beraadslaging, overwegende dat de AIV al in 2013 schreef dat de verantwoordelijke actoren binnen de internationale gemeenschap er niet aan ontkomen om naast woorden van protest ook daden te laten volgen indien Israël niet bereid blijkt een einde te maken aan de groeiende kolonisering van de bezette gebieden, roept de regering op in EU-verband te pleiten om concrete maatregelen te gaan nemen tegen het nederzettingenbeleid zoals het opschorten van het EU-associatieverdrag en gaat over tot orde van de dag. En de laatste, voorzitter, de Kamer hoort de beraadslaging constateren dat Amnesty International, Human Rights Watch, Beit Salem, Al-Haq en vele anderen na jarenlang en uitgebreid feitenonderzoek hebben vastgesteld dat Israël zich schuldig maakt aan apartheid, een internationaal rechtelijk gedefinieerde misdaad tegen de menselijkheid, spreekt uit dat Israël zich schuldig maakt aan apartheid en roept de regering op dit ook te doen en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Ja, neem rustig een slokje water. Dank u wel. Het woord is aan de heer Brekelmans. Hij zal spreken namens de VVD. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat Nederland en de EU in aanzienlijke mate strategisch afhankelijk zijn van individuele landen voor essentiële grondstoffen, producten en technologie. Constaterende dat autocratische regimes als China en Rusland deze strategische afhankelijkheden inzetten als drukmiddel en ook als tegenmiddel om zelf niet onder druk te kunnen worden gezet. Constaterende dat strategische afhankelijkheden van specifieke autocratische regimes zoals China groot blijven of zelfs toenemen, terwijl China zelf een strategie voert van asymmetrisch ontkoppelen. Constaterende dat het amendement Brekelmans CS in de begroting Buitenlandse Zaken 2022 middelen heeft vrijgemaakt om voorbereidingen te treffen voor een taskforce om strategische afhankelijkheden te verminderen.
van mening dat Nederland en de EU de strategische afhankelijkheden van specifieke autocratische regimes, in het bijzonder China en Rusland, moeten verminderen en tegelijkertijd juist moeten stimuleren dat anderen afhankelijk zijn van de EU, overwegen dat het afbouwen van strategische afhankelijkheden acties vereist van het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en ministeries, zowel op nationaal als Europees niveau, overwegen dat een overkoepelende strategie, concrete doelen en urgentie bij de nationale en Europese initiatieven nodig zijn om strategische afhankelijkheden daadwerkelijk te verminderen. Overwegen dat het afbouwen van strategische afhankelijkheden door onder andere diversificatie, friendshoring, nearshoring, reshoring en aanleg van strategische voorraden alle aspecten van het buitenlandbeleid raakt en actie vereist van alle diplomatieke posten. Verzoekt de regering een interdepartementale taskforce in te richten om strategische afhankelijkheden te verminderen en de Kamer over de opzet en activiteiten van deze taskforce te informeren in het najaar van 2022 voor de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie dien ik mee in namens mevrouw Agnes Mulder. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van der Lee. Hij zal spreken namens GroenLinks. Dank, voorzitter. Ik heb één motie. De Kamer hoort de beraadslaging constaterende dat Rusland jaarlijks miljarden euro's aan goud exporteert en daarmee een van 's werelds grootste goudexporteurs is. Overwegende dat de G7-landen recent hebben aangekondigd de import op Russisch goud te verbieden en dat de Europese Unie naar verluidt ook overweegt om tot een dergelijke sanctie over te gaan, verzoekt de regering te bevorderen dat de EU als geheel zich aansluit bij de G7-landen en zo spoedig mogelijk overgaan tot een importverbod op Russisch goud en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door het lid Piri. En ik heb nog één vraag. Dat gaat over de illegale nederzettingenpolitiek van Israël. Er zijn nieuwe plannen om nederzettingen te plaatsen bij Massaferjata en E1. En dat zou kunnen leiden tot het echt in tweeën splitsen van de Westbank. En ik ben benieuwd of de regering proactief Israël hier op gaat aanspreken, want dat lijkt me hoogst noodzakelijk. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer De Roon. Hij zal spreken namens de PVV. Dank, voorzitter. Ik heb 3 moties. De eerste luidt als volgt. De Kamer gehoort de beraadslagingen overwegende dat de disproportionele aandacht voor Israël bij de VN Mensenrechtenraad de spuigaten uitloopt, onder meer door toezoen van de speciaal tegen Israël opgerichte onderzoekscommissie. Overwegende dat voor mensenrechten desastreuze landen zoals China, Saudi-Arabië en Pakistan tegelijkertijd met fluwelen handschoenen worden aangepakt. Overwegende dat de VN-Mensenrechtenraad geen enkele geloofwaardigheid meer kan worden toegedicht, verzoekt de regering om uit de VN-Mensenrechtenraad te stappen. De tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat Nederland het initiatief neemt om met gelijkgestemde EU-lidstaten te spreken over erkenning van genocides en onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Overwegende dat het al dan niet erkennen van genocides een nationale aangelegenheid moet blijven en niet afhankelijk mag worden van politieke afstemming met andere EU-landen, verzoekt de regering de erkenning van genocides niet afhankelijk te maken van het oordeel van andere landen daarover en gaat over tot de orde van de dag. De laatste motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat het onwenselijk is dat ons buitenlandbeleid steeds meer in handen komt van de Europese Unie en haar lidstaten, verzoekt de regering om zich te verzetten tegen de plannen om vaker met gekwalificeerde meerderheid te besluiten en vast te houden aan besluitvorming bij unanimiteit en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dank, voorzitter. Dan is het woord aan mevrouw Piri. Zij zal spreken namens de PvdA. Dank, voorzitter. Zonder inleiding. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegend dat onze relatie met de Verenigde Staten van essentieel belang is, zowel op economisch, cultureel als veiligheidsterrein. Constaterende dat er zich zorgelijke ontwikkelingen voordoen in het land, die zowel op korte als op lange termijn een grote impact kunnen hebben op het transatlantisch partnerschap, verzoekt de regering te komen met een VS-strategie en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega Van der Lee. Tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateerde dat de regering een bilateraal actieplan is overeengekomen met Marokko, met daarin onder andere afspraken over handel, migratie en justitiële samenwerking. Constateerde dat de mensenrechtensituatie, inclusief in het Rifgebied, in Marokko onder druk blijft staan. Verzoekt de regering in de relatie met Marokko de bescherming van mensenrechten actief te blijven uitdragen
en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door de leden Van der Lee en Jasper van Dijk. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Ceder. Hij zal spreken namens de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Mulder heeft net ook mede namens mij een motie ingediend. Daarnaast heb ik er nog één. De Kamer gehoorde beraadslaging overwegende dat de Tweede Kamer reeds vanaf 2004 met de motie Rauwvoet de Armeense genocide unaniem heeft erkend. Nadien gevolgd door de expliciete erkenning door het parlement door middel van de motie voor de wind CS in 2018. Overwegende dat de motie voor de wind uit CS 2021 die de regering heeft opgeroepen de Armeense genocide te erkennen met steun van vrijwel de gehele Tweede Kamer is aangenomen. Overwegende dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat Nederland samen met een representatief aantal gelijkgestemde EU-lidstaten tot erkenning van genocides bekijkt en onder welke voorwaarden gezamenlijk tot erkenning van genocides kan worden overgegaan, verzoekt de regering om bij gelijkgestemde EU-lidstaten na te gaan of en hoe gelijktijdig met deze landen overgegaan kan worden tot erkenning van de Armeense genocide, voorzitter daarbij ook, en de Oeigoerse genocide en de Kamer hierover voor de behandeling van de begroting voor 2023 over te berichten. Het gaat over de orde van de dag. Deze mede indien door mevrouw Mulder, maar ook door mevrouw Van der Plas. Dank u wel. Dank u wel. Dan is het woord aan mevrouw Van der Plas. Zij zal spreken namens BBB. Dank u wel. Twee moties. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat het opgeslagen graan wat nu vastzit in Oekraïne en het graan van de aankomende oogst cruciaal is om voornamelijk armere landen mee te voeden, verzoekt de regering een internationale leiderschapsrol te spelen in het coördineren van de evacuatie van graan uit Oekraïne en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat het kabinet ook na motie voor de wind de Armeense genocide niet omschrijft als genocide, maar als verschrikkelijke gebeurtenis, verzoekt de regering al dan niet in samenspraak met andere landen de Armeense genocide voor 2023 te erkennen als zodanig en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Alsjeblieft. Dan is het woord aan de heer Van Dijk. Hij zal spreken namens de SP. Maak even van de gelegenheid gebruik. Ik denk, ik heb hier een leeg papier staan, maar daar staat vergadering woensdag 6 juli. Er zijn geen berichten van verhindering. Daar had ik mee moeten beginnen. De heer Van Dijk, aan u het woord. Dank. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat er op dit moment geen vredesonderhandelingen plaatsvinden tussen de Israëli's en de Palestijnen, constaterende dat de door Nederland gewenste twee-staten-oplossing steeds verder uit zicht raakt, verzoekt de regering in Europees verband concrete maatregelen voor te stellen met als doel Israël en Palestina tot onderhandelingen aan te zetten en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging van mening dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen, constaterende dat op 11 mei 2022 de journaliste Shirin Abu Akleh is gedood, wat neerkomt op een frontale aanval op de persvrijheid, verzoekt de regering om zich voor deze zaak te blijven inspannen, zodat de daders kunnen worden berecht en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Meijeren. Hij zal spreken namens Forum voor Democratie. Voorzitter, dank u wel. Tijdens het commissiedebat heb ik de minister een aantal hele concrete vragen gesteld over de Bilderberg-conferentie waar hij samen met zijn minister-president en de koning aanwezig was, zoals wat daar besproken is, of er afspraken zijn gemaakt, wat de gevolgen zijn voor Nederland, gewoon hele voor de hand liggende vragen. De minister heeft die vragen toen niet beantwoord, geen enkele, waarbij hij zich verschuilde achter de zogenaamde Chatham House Rule. En ik heb hem er toen op gewezen dat die Chatham House Rule er alleen betrekking op heeft dat de identiteit van personen die bepaalde opvattingen uiten niet gedeeld mag worden. Maar dat deelnemers uitdrukkelijk wel verslag mogen doen van wat er besproken is, zoals dat ook staat op de website van de Bilderberg-conferentie. Toen heeft de minister mij beloofd. We dienen eigenlijk vandaag alleen moties in, omdat we 30 twee-minuten debat hebben. Dus dat hebben alle collega's ook gedaan. Dus het gaat me niet om het onderwerp, maar gewoon om dat we 30 twee-minuten debat hebben te behandelen in 2 dagen. Een twee-minuten debat waarbij ik, als het goed is, zelf mag bepalen hoe ik die 2 minuten invul. Maar om alle 30 twee-minuten debatten vandaag en morgen te laten verlopen, hebben we het regime vandaag en morgen om alleen de moties in te dienen en een enkele noodzakelijke vraag.
Nou ja, ik heb geen moties, meneer de voorzitter. Oké, okay. Nou, stelt u dan uw vraag. Omdat er en we hebben tijdens het commissiedebat hebben ook geen tweede termijn gehad. Nee, en daarom toen is er over gegaan dat we hier nog wat meer ruimte zouden krijgen. En ik heb gewoon 2 minuten volgens het reglement van orde. En over een kerstregime of wat voor trucjes er allemaal uitgehaald worden, heb ik in het reglement van orde geen woord gelezen. Dus ik vervolg graag mijn betoog. U spreekt uw tijd vol en stelt uw vraag. Voorzitter, de minister heeft mij tijdens het commissiedebat beloofd die vragen vervolgens schriftelijk te beantwoorden, waarbij hij dubieus genoeg opmerkte voor zover het kabinet het verstandig vindt om die antwoorden te geven. En mijn vraag aan de minister is: hoe verhoudt zich dat met artikel 68 van de grondwet? Dat artikel bepaalt namelijk dat elk Kamerlid het individuele recht heeft op inlichtingen en dat de minister alleen kan weigeren om informatie te verstrekken indien het belang van de staat zich daartegen verzet. Dus niet indien het kabinet dat niet wenselijk vindt. En daarom hierbij nogmaals het verzoek aan de minister om ofwel de vragen te beantwoorden ofwel per vraag te beargumenteren waarom het belang van de staat zich ertegen zou verzetten om die vraag te beantwoorden. Dank u wel. Dank u wel. De minister heeft maar enkele minuten nodig om zich voor te bereiden op de beantwoording, dus ik schors voor enkele minuten.
Ik heropen de vergadering en geef de minister van Buitenlandse Zaken het woord. Voorzitter, dank u wel. En wat ik net buiten de microfoon al tegen u zei, zal ik hier plenair herhalen dat het me genoegen doet om u in die stoel te zien zitten. Gegeven ook onze eerdere gedachtenwisseling. Voorzitter, ik doe in hoog tempo de verschillende moties. Ik begin bij de eerste motie van mevrouw Mulder. Die wilde ik oordeel Kamer geven onder verwijzing naar het debat. Dan de tweede motie van de heer Kuzu. Daar zegt hij alles in het werk stellen. Ja, dat heeft wat van een hyperbol. Maar als ik daarvan mag maken dat we ons daarvoor zullen inspannen, dan kan ik die oordeel Kamer geven. De derde motie. Ik zie de heer Kuzu knikken. Motie 2, oordeel Kamer. Motie 3. Motie 3. Die moet ik onder verwijzing naar het debat ontraden. Dat zal de heer Kuzu misschien teleurstellen, maar denk wel als in lijn met het debat kunnen accepteren. Dan motie nummer 4. Die gaat voor het kabinet echt te ver. Ik dacht even, het is een spreekt uit motie, maar het is een spreekt uit en ook een oproepmotie. Dus die moeten we ontraden. De motie van de heer Brekelmans, voorzitter. Dat vind ik echt een verstandige motie. Zeer eens met het belang, heb ik ook geprobeerd in het debat aan te geven. Hoe we hiermee verder moeten. Overigens zijn veel van deze dingen, daar zijn we als kabinet mee bezig. En ik heb in het debat ook aangegeven dat we hier richting de begrotingsonderhandelingen, begrotingsbesprekingen hier in de Kamer op terugkomen. Wat ik wel nog aan de heer Brekelmans zou willen vragen, om gewoon de inrichting en organisatie van die taskforce er ook echt aan de betrokken ministeries te laten. Dus ik ben het zeer eens met het belang en ook de opmerkingen die hij maakt. Maar het kabinet komt dan met een plan en dan kan de Kamer er uiteraard wat van vinden. Maar ook in de verhouding, wie gaat erover, hoe je nou uiteindelijk jezelf organiseert, wil ik die kanttekeningen nog bij plaatsen. En daarbij dan graag de motie oordeel Kamer laten. Meneer Brekelmans. Ja, nou, dank voor de positieve woorden. Kijk, ik vind het aan het kabinet om eigenlijk uiteindelijk in te richten waar zo'n taskforce valt, ja, wie daarin zit, hoe dat is opgehangen en zo. Maar ik zou wel echt willen voorkomen dat ministeries dit naar elkaar gaan toeschuiven. Dus als daar in ieder geval gewoon dat duidelijk in een brief kan worden gezet voor de begrotingsbehandeling hoe het kabinet dat inricht, dan ligt, vind ik, de verantwoordelijkheid bij het kabinet te bepalen welke minister daar eerste aanspreekpunt. Ja, nee, zonder meer. En om daar geen misverstand over te laten bestaan, ik vind in ieder geval dat daar ook een belangrijke rol voor mijn ministerie is weggelegd, gegeven de internationale dimensie. Voorzitter, dan de eerste motie, of de enige motie van de heer Van der Lee. Die wilde ik oordeel Kamer laten. Ik pak hem motie 6, oordeel Kamer, motie 7. Dan motie 7 van de heer De Roon. Die moet ik ontraden onder verwijzing naar het debat. Het is echt niet verstandig om uit die mensenrechtenraad te gaan. Zou ook niet in het Nederlandse belang zijn. Dan motie nummer 8 van de heer De Roon moet ik ook ontraden. Ook onder verwijzing van het debat. En datzelfde geldt voor motie 9 hebben we uitvoerig dat aan de orde gehad. Motie nummer 10 van mevrouw Piri. Dat vind ik eerlijk gezegd ingewikkeld om dat te doen, omdat dat zou betekenen dat we richting een van onze belangrijkste bondgenoten dan een strategie zouden gaan formuleren. Dus volgens mij in de Kamer een VS-contactgroep. Ik vind dat je altijd ook moet afvragen hoe lange termijn relaties met bondgenoten zich ontwikkelen. Maar ik vind dit diplomatiek en ook richting een van onze allerbelangrijkste bondgenoten vind ik wel echt ingewikkeld. Dus deze moet ik ontraden. De tweede motie van mevrouw Piri, bilaterale actieplan, oordeel Kamer. Dan de motie. Overigens, oordeel Kamer, motie 12. Ja, voorzitter, dan de motie van de heer Seder. Ja, moet ik wel een paar dingen bijzeggen. Moet echt goed kijken, daar hebben we hele specifieke afspraken ook over gemaakt bij de totstandkoming van het kabinet. Conform het coalitieakkoord zal Nederland in overleg treden met gelijkgezinde landen. Dit overleg gaat over mogelijke gezamenlijke erkenning en onder welke voorwaarden. Luistert heel nauw ten aanzien van historici die er wat van te vinden hebben. Internationale gerechtshoven. Nou, we hebben het eerder gehad over gezamenlijk optrekken. Staat ook zo in het coalitieakkoord. En de VN-veiligheidsraad heeft er ook altijd wat van te vinden. En ik herhaal, omdat agreed language altijd helpt, daar verwijs ik nog naar bij de appreciatie van die motie. Maar met die inkleuring kan ik ook de motie oordeel Kamer geven. Dan de motie van mevrouw, de eerste motie van mevrouw Van der Plas over die leiderschapsrol en het graan. Zeer belangrijk thema. Ik wil de motie ook graag oordeel Kamer geven. Ik wil erbij zeggen, en dat zal mevrouw Van der Plas denk ik met me eens zijn, dat we die leiderschapsrol van Nederland ook niet moeten overdrijven. Want anderen, waaronder de VN, Turkije, de Verenigde Staten en anderen zitten daar echt
meer op de eerste rij. Maar met die inkleuring gaan wij door met het invulling geven aan onze rol om ook daar tot een oplossing bij te dragen. Motie 13, Oordeelkamer. Motie 14. Motie 14, die zouden we echt moeten aanhouden, omdat we daar nog terugkomen later dit jaar. Als mevrouw van der Plas hem toch zou willen indienen, dan zou ik die onder verwijzing naar het eerdere debat zou ik die moeten ontraden. Maar als ze hem aanhoudt, dan... Mevrouw van der Plas geeft aan dat ze motie 14 aanhoudt. Motie 14 is aangehouden. Motie 15. Dan motie 15. Voorzitter, ook dat is een beetje categorie dubbeltje op zijn kant. Ik snap wat de heer Van Dijk wil. Ik wil me ook blijven inzetten, ook in Europees verband, voor het dichterbij brengen in plaats van verder weg laten drijven van een oplossing. Concrete maatregelen klinkt dan wel weer heel erg alsof wij een lijstje gaan indienen waar de EU het dan over eens moet worden. Dat wordt heel ingewikkeld. Dus als ik het zo mag lezen dat we ons best gaan doen om ook anderen te enthousiasmeren om zich bezig te houden met dit thema, dan ben ik het er mee eens en dan geef ik de motie Oordeelkamer. Als ik het helemaal letterlijk lees, dan is dat denk ik net een brug te ver. Dus met die inkleuring zou ik de motie Oordeelkamer willen geven. De heer Van Dijk knikt, motie 15 Oordeelkamer, motie 16 tot en dat laatste, en datzelfde geldt voor de, maar dan zonder inkleuring, datzelfde oordeel geldt voor de laatste motie, want die kan het kabinet dragen. Nog een enkele vraag. Dan nog drie vragen. En eigenlijk heb ik met die laatste motie van de heer Van Dijk denk ik ook de vraag van mevrouw Mulder beantwoord. Wij blijven ons inzetten voor alles wat journalisten overkomt. Onafhankelijk onderzoek. Ik heb vaker gearticuleerd hoe essentieel de vrijheid van de pers is. Juist op de plekken waar het ingewikkeld is in de wereld. Ook deze week kwamen er weer allerlei afschuwelijke berichten. Dan overigens van de andere kant kwamen we weer naar boven over wat er niet in orde is qua persvrijheid. Dus daar blijven we ons voor inzetten. Dan vroeg de heer Van der Leen nog naar de nederzettingen. Daar zullen we ons proactief en reactief zullen we ons voor blijven inzetten om aan te geven dat we dat niet in de haak vinden en ook niet in het belang vinden van het creëren van een oplossing. En richting de heer Meijering wilde ik nog zeggen dat alle vragen zijn beantwoord schriftelijk, wellicht niet tot zijn tevredenheid, maar er is zowel mondeling als schriftelijk over met de Kamer van gedachten gewisseld. En optiek van het kabinet is dat zich dat ook ten volle verdraagt met het staatsrecht. De heer Van Meijeren, één vraag. Nou ja, dat is dus feitelijk onjuist. Ik heb de beantwoording van de vraag gezien en er wordt alleen maar in al die antwoorden weer verwezen naar de Chatham House Rule. Terwijl ik juist uitdrukkelijk heb aangegeven, zoals het ook op de website van de Bilderberg-conferentie staat, dat die Chatham House Rule zich alleen tegen verzet om de identiteit van personen kenbaar te maken, maar er niet aan in de weg staat om te vertellen wat er besproken is, welke standpunten er zijn gewisseld. En ik begrijp dat het hier nu te kort is om al die 14 vragen te gaan beantwoorden, maar ik zou toch wel graag de toezegging willen hebben van de minister dat hij die 14 vragen niet gebundeld, maar per stuk ofwel beantwoord, ofwel uitlegt waarom het belang van de staat zich daartegen verzet. Want dat is het criterium van artikel 68 van de grondwet. Niet andere ongeschreven diplomatieke gebruiken waar de minister zich op beroept. Dus ik kan er geen genoegen mee nemen dat de minister die vragen simpelweg weigert te beantwoorden, omdat hij zegt, ja, dat is geheim. Dan kan ik de regering niet controleren. De minister. Ja, voorzitter, als daar geen genoegen mee wordt genomen, ja, dan zal ik me dat moeten laten aanleunen. Maar we hebben, in mijn herinnering heeft de heer Meijering zijn hele termijn besteed van aan dit de heer onderwerp. Van Meijering. Van Meijering, excuus voorzitter, excuus. De heer Van Meijering zijn hele termijn besteed aan dit onderwerp. Heeft vervolgens antwoord gekregen op de schriftelijke vraag aan de minister-president en mijzelf. Is ontevreden over het antwoord. Dat is zijn goed recht, want het is zijn rol om wat te vinden van wat het kabinet doet, zegt of nalaat. Maar ik kan dat niet mooier maken of anders maken dan het is. Dus ik verwijs toch naar de gedachtenwisseling die er geweest is. En ik hou echt staande dat ze zich staatsrechtelijk helemaal verdraagt met de regelen der kunst zoals die gelden tussen kabinet en Kamer. Ik zie aan de heer Van Meijer dat dit ongetwijfeld wordt vervolgd, maar niet in dit 2 minuten debat. Ik dank de minister van Buitenlandse Zaken voor de gezwinde beantwoording. Ik dank de collega's voor de coöperatieve opstelling. En ik schors voor een enkel ogenblik. Dan gaan we verder met een extra regeling van werkzaamheden. Ik schors voor een enkel ogenblik.
De vergadering aan de orde is een extra regeling van werkzaamheden. En ik geef het woord aan mevrouw Van der Plas van BBB.